Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza. We zien op de satellietfoto boven zuid- en Oost-Nederland veel wolken, boven het noorden een paar, maar het noordwesten dat is stralend zonnig. En dat bleef de hele middag zo. In het oosten en zuiden vielen buien, in het noorden ook lokaal, en ook vanavond kan er nog een enkele regen of onweersbui vallen. De buiigheid neemt wel in de loop van de avond en nacht af. Vannacht is het dan dus op de meeste plaatsen droog, en tijdens lange opklaringen kan een nevel of misschien zelfs een mistbank ontstaan, koelt af naar zo'n 15 tot 12 graden. De wind. Draait in de loop van de nacht naar het noorden tot noordwesten. En morgen hebben we dan met een noordwestenwind te maken. Vooral in de zuidelijke helft van het land schijnt geregeld de zon. Valt de dus smiddags misschien een buitje. In het noorden neemt de bewolking toe. Zaterdag hebben we overal veel bewolking. Wordt het misschien zelfs wel een grijze, sombere dag. Met soms een spatje regen of motregen en lage temperaturen. 15 tot 17 graden. Zondag keert in het westen de zon terug. Maandag schijnt de zon overal. Dan worden het 20 tot 23 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl